Ik ben Danny, junior reporter van VipsTV. En vandaag zijn we in Soest bij het speciale concert van Joran en Leolijn. Leolijn en ik kennen elkaar al 7 jaar en hebben elkaar ontmoet bij een auditie. En eigenlijk moesten we op de auditie een verlies spelen en we zijn eigenlijk als vrienden verliefd geworden en verliefd gebleven. Dus Leolijn is mijn beste vriendin. En was het lastig om dit helemaal op te zetten, zeg maar? Absoluut. Nee, heel erg leuk, maar het is echt heel veel meer werk dan je denkt. Was het lastig? Nou ja, we begonnen eigenlijk met gewoon een concert met liedjes. Maar we vonden het zo leuk om eraan te werken dat we er eigenlijk een beetje een voorstelling van hebben gemaakt. Toen kwamen die kaarsen erbij en toen kwam André erbij met de drums. Dus zo is het een beetje telkens wat groter geworden. En was het lastig om een lijst te maken met liedjes wat je hier ging spelen? Dat lukte eigenlijk best wel goed, maar je moet toch ook nog wel wat nummers hebben er nog uitgehaald. Omdat het dan toch te lang is en dan denk je, hoe zou het er nou net inpassen en zo. Dus ja, het is een beetje kill your darlings noemen ze dat. Ja. Dat is één liedje dat je echt, dat er gewoon... Nou ja, wel een beetje, misschien dan toch, ik vond het Fendi-wet heel leuk, Aladdin. Dat vond ik heel leuk om met Jolijn te doen, omdat ik dat normaal gesproken nooit zou zingen. En we erachter kwamen hoe leuk het was om te zingen. En Kleine Zeemermin, het lied wat we hebben gedaan, dat hebben we helemaal zelf verknutseld, zeg maar. En helemaal aangepast. Dat was het creatiefst om te doen. Dus dat vind ik ook heel leuk, als je zelf een beetje je eigen dingen van kan maken. En dat kan normaal gesproken niet in een musical. Ik vind zelf het nummer van Alex Klaassen gewoon opnieuw, want ik aan het einde zong, vind ik heel fijn om te zingen, dat hele Nederlandse nummer. En het nummer met Joran, Think of Me en Bring Him Home, dus uit Les Miserables en Phantom, wat we samen hebben gevoegd, dat is ook wel echt mijn lievelingsnummer. Wat heb je liever? Heb je liever een concert als deze of liever een musical waar je in speelt? Nou kijk, een concert als deze, dan mag je alle musical liedjes zingen die je nooit mag zingen, of die je misschien in eentje in een show mag zingen en mag je de hele avond die dingen doen. Dus als ik mag kiezen, zou ik dit wel heel leuk vinden om iedere avond te doen. Maar de kans dat ik dit mag gaan doen iedere avond is heel klein. Dus ja. Met het oog op hoe vaak je iets speelt, denk ik dat ik liever een musical doe, omdat dat vaker leuk is. Maar dit is leuker. Oké, voor de kijker thuis. Dus dit is leuker, maar het andere is vaker leuk. Dan ga ik de vraag toch stellen. Wat is je droomrol? Ja. Wat mijn droomrol? Ja. Ik persoonlijk zou het liefst, als ze ooit La La Land in Nederland gaan maken, de film, dan zou ik heel graag dat is handig, hè? Een soort musical film. Ik film ook heel leuk vind en musical, dus dan zou het voor mij perfect samenkomen. Maar als de Phantom terug in Nederland komt, dan zou ik ook best wel Christine willen spelen. Wat is mijn droomrol? Ja, dat is een goede vraag. Vanavond moet ik zeggen Jean Valjean, denk ik, in Les Miserables. Want de musical komt natuurlijk ook terug. Ja, maar dan gaat iemand anders gaat het spelen inmiddels, dat is bekend. Maar dat is wel een rol die wel heel bijzonder is. Maar er zijn wel meer rollen, ik had vanavond in de voorstelling gezegd, Miss Saigon, Phantom of the Opera, Les Miserables, dat zijn wel een beetje grote, iconische voorstellingen. En daar zitten wel heel veel droomrollen in. Dus ik houd een beetje bij die drie zo, voor de rollen die daarin zitten. We hebben het zojuist gezien en ik vond het super tof. Ja, alle musical hits zaten er gewoon in. En als je daarvan houdt, dan is het gewoon super leuk. Ik geef het ook 4,5 van de 5 sterren. Like en abonneer. En tot de volgende keer. Doei!